Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 23 juni van Weerplaza. Een hoge drukgebied boven het zuiden van Scandinavië bepaalt voorlopig het weer in onze omgeving. We zien de zon vandaag geregeld tussen de hoge sluierwolken door. In de loop van de ochtend ontstaan een paar stapelwolken. Het is 19 graden vanochtend en vanmiddag wordt het overal zomers warm. Ook aan de stranden, 27 tot 28 graden al daar door de matige oostelijke wind. En verder landinwaarts kan het lokaal 30 graden worden. In Limburg is dat het geval. Vanavond blijft het nog lang warm. Ligt de temperatuur tussen de 24 en de 27 graden bij een zwak tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het nog heter. 29 graden in de kop van Noord-Holland en 33 graden in Limburg bij een matige zuidoostelijke wind. We zien de zon de hele dag. Er zijn ook een paar stapelwolken. Dinsdag is de warmste dag van de week met lokaal 35 graden. Overal wordt het tropisch, ook langs het strand. Vanaf woensdag draait de wind naar het noorden en wordt het in het noordwesten minder warm. Maar de tropische warmte houdt in het zuidoosten nog lang aan. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.